Downloading mission data. Checking location. Navigating. Location 3, Split. Croatia. Streetgasm 2000. Goedemorgen allemaal. We zijn gisteren gearriveerd in Kroatië. En we hebben gisteravond een hartstikke leuke cocktailparty gehad. Bjorn ligt nog te slapen. Die heeft iets te diep in het glaasje gekeken. En ik heb het vanavond gisteravond wel een beetje rustig aangedaan. Want ik ga vandaag rijden in een Ferrari met Marcel van der Kolk. Hij is eigenaar van de Grand Prix Tours. Dus deze man is helemaal into de auto's. Maar ik vind ook wel dat hij een ontzettend bijzonder verhaal heeft. We hebben vandaag een dagje vrij, dus ik dacht ik ga mooi even met hem rijden. Marcel, wat voor auto rij jij nu? We zitten met een Ferrari F430. En wat zijn die dikke dingen hier achterin? Die rode uitlaten zijn de inlaatkelken van de motor. Daar komt de lucht in om dan vermengd te worden. En hoeveel pk zit erin? 500 pk. Nou jongens, 500 pk, dat is een hoop. Hey, en ben je ooit in Kroatië geweest? Nee, het is de eerste keer in Kroatië. Ik denk ook niet dat het de laatste keer zal worden. Nee, en je bent wel een beetje een reistype, want je bent natuurlijk eigenaar van een Grand Prix Tour, dus je bent veel aan tour, zeg maar. Ja, klopt. Je reist zo'n 15, 16 keer per jaar over de hele wereld. En heb je dit al eens eerder gedaan? Nee, dit is de eerste keer. En, het kwam op ons pad. Geweldig. Het is niet de laatste keer. Nee. En wat ik eigenlijk ook wel van jou nog wil horen, want dat heb je mij van de week verteld, is dat jij in 1994 best wel een heftig ongeluk hebt gehad. Ik vind het best wel knap, zo iemand die zoiets heeft meegemaakt, dat je hier dan toch aan meedoet. Kan je even een kijkje vertellen, even in het kort, wat er precies toen is gebeurd? Ja, in 1994 hebben we een auto-ongeluk gehad. Ja. Ik zat in de bijrijdersstoel, de dodemansstoel zoals die wel genoemd wordt. Ja. We zijn met 140 7 keer op het kop gevlogen. En ben ik vervolgens 3 jaar gaan revalideren. En 12 operaties verder. Maar ik heb er geen trauma over gehouden, dus dat is wel het mooie ervan. Weet je, hebt nu niet op het moment dat als je naast Perry zit, dat je denkt van, oh god, alsjeblieft, dat soort momenten heb je niet? Nou, heel weinig eigenlijk niet. Nou, wat ik zeg, boven de 300 plus, nou, dan vind ik het eigenlijk wel welletjes. Jongens, ik ga ook in die Ferrari rijden, dat begrijp je natuurlijk wel. Ik denk, Bjorn, dat jij dit straks gaat terugzien, dat je best wel een beetje jaloers op me gaat worden, hoor. Want nou, ik ben daar nog onder de indruk. Ja? Voor iemand die eigenlijk nooit in een Ferrari rijdt. Gaat hartstikke top. Nou jongens, ik laat nu vanaf vandaag iedereen zo'n dikke Ferrari aan. Blijf kijken, Stip. Dankjewel. Ja, dankjewel.